Goedenavond, welkom bij Pakijs is wagen AT5 en Salta. Mijn naam is Servas en dit is Stack for Society. Vanavond gaan we het hebben over digitaal betalen. Hoe werkt dat met digitaal geld? Hoe, hoe, hoe functioneert dat? En hoe hebben we daar ook grip over? We gaan het hebben over OVP van het GVB. We gaan het hebben over hoe de uh, Nederlandse Bank of de ABN of andere banken daar naar kijken. In ieder geval een breed programma hier in Paka. Dus We hebben ook echte mensen in de zaal. Wil je de volgende keer erbij zijn? Op dezwaarger.nl staat de hele agenda en alle programma's die er aankomen. En dan kan je gewoon aanmelden. Altijd gratis toegankelijk. Dus kom er gewoon de volgende keer ook bij. want Dan kan je meepraten. Uh, we hebben uh, uh, vanavond dus inderdaad een programma over digitaal betalen. Dat maken we in samenwerking met het GVB. Dank daarvoor. We gaan uh, beginnen, want we hebben uh, uh, een aantal mensen hier aan tafel. Nu al twee mensen die bezig zijn geweest met de introductie van OVP bij het GVB. En daarna gaan we dus doorpraten met een breder panel. Vanuit de digitaal betaalwereld en digitale wereld hier in Nederland. Over wat dat dan betekent voor onze relatie met onze eigen euro's. Um, allereerst hebben we hier aan tafel Inge Keur. En jij bent manager ICT en digitalisering bij het GVB. En tegenover je zit Bas van Elligham. Je bent programmamanager OVB betalen voor het GVB. Mag ik om te beginnen een applaus voor beide mensen. Ja. En. Ja, we, we hebben het dus niet over digitaal betalen. En Dat zijn alle varianten. Dat is het idee dat je je gewoon letterlijk met pinnen, wat we al sinds de jaren tachtig kunnen doen, dat je op die manier digitaal betaalt. Maar in dit geval gaat het over um, dat je met je bankpas en eerder met je OV-chipkaart in het openbaar vervoer kan betalen en dat dat dan allemaal geregeld wordt en je niet over na te denken. Um, is dat een goede samenvatting uh, van wat OVP voor jou is? Is dat dus inderdaad gewoon bliep met je bankpas en dan ben je klaar? Ik bedoel, moeilijker moeten we het ook niet, uh, niet maken. Het is reizen met je bankpas, iets wat je gewoon op zak uh, hebt, je stapt in een bus, je houdt hem er tegen, je stapt uit de bus, je houdt hem er nog een keer tegen en je rit wordt afgerekend, uh, uh, in essentie is het dat. Moeilijker, moeilijker is het niet uh, als reiziger. Voor ons ja. is het wel heel ingewikkeld om het dat te krijgen. Maar de betekenis voor ons is het inderdaad van... je komt er gewoon in, bliep, klaar. Maar dan ja. is dit programma ook gewoon klaar hiermee. Dan kunnen we gewoon naar huis nu. Want waarom zou je dat willen als vervoerder? Dus wat is de reden waarom jullie dat hebben ingevoerd? Een belangrijke reden om het in te voeren is... doordat mensen die bankpas al voor van alles gebruiken... om ja. overal dingen mee, uh, mee te kopen... Ja, als je dan uh, je handen vol hebt met allerlei tassen en je denkt van het is slecht weer, laat ik toch gebruik maken van het openbaar vervoer. Hoef je niet eerst nog een kaartje te kopen of je te verdiepen in een OV-chipkaart-systeem. Uh, uh, je pakt je bankpas waar je net ook al je spulletjes mee uh, gekocht uh, hebt en het gaat vanzelf. En dat maakt het makkelijker om in te stappen en dus krijgen wij daardoor meer reizigers. En jij, Bas zegt dat het is ingewikkeld is aan de achterkant. Hoe werkt dat systeem? Waarom is het ingewikkeld? Hoe werkt dat technisch? Uh, ah. Nou ja, waarom is het ingewikkeld? Het is, uh, het is zo. Um, uh, we hebben het ingevoerd en die poortjes die zien er natuurlijk nog steeds hetzelfde uit hè, bij de metro, maar we hebben eigenlijk de hele binnenkant hebben we veranderd om ja. dit mogelijk te maken. En wat we eigenlijk hebben gedaan is een soort uh, ja, pinapparaat erin gezet. Een sterkere computer die dus op basis van die nieuwe techniek werkt. En dat is een internationale standaard en uh, uh, EMV, Eurocard, uh, Mastercard. Uh, ja. uh, v -pay. Uh, En uh, ja, dat is dus ook eigenlijk het idee dat, omdat je gebruik maakt van een internationale standaard, dat je daarmee ook kosten kunt besparen. En uh, ja, dus, uh, dus uh, en we hebben dus ook al onze validators, dat is eigenlijk die, uh, de beliepe apparatuur ja. uh, in, uh, in ons B-centrum, die hebben we ook allemaal vervangen in de afgelopen tijd. En nu werkt, uh, werkt die apparatuur dus op basis van de overchipkaart. Ja. En de en, uh, en nieuwe techniek, waarmee je dus heel eenvoudig hè, uh, kunt in- en uitchecken. Maar dat betekent dus eigenlijk, je hebt een soort van we die dan zeggen, gewoon ingebouwd in die in check-in-check-out poortjes. Om, of die, die operatie die in het bus of tram hangen, om ja. het inderdaad goed te kunnen functioneren. Ja. Wat is nou de reden dat dat, want je zegt net: gemak is een belangrijke rijden, is het moment dat, dat, dat je af begon te denken: op het moment dat jullie zeiden van we willen geen cash meer in, in de bus, omdat dat uh, um, nou, nou ja, risico dat... was? Ja, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Hè? Dat, uh, dat we eigenlijk uh, gestopt zijn met, uh, met gewoon kaartjes verkopen met cash. Uh, dat uh, de aanleiding was natuurlijk: uh, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar dat is, wa waren echt een paar hele vervelende overvallen. En, uh, ja, ja, echt met een. Uh, ja, dus dat waren echt hele vervelende situaties. Maar ook in de tijd daarvoor is er al heel veel gebeurd. Dus er zijn heel vaak mensen, conducteurs met grote tassen overvallen. En eigenlijk was dat gewoon onhoudbaar. Dus uh, toen zijn we uit, uh, uh, ja, uh, volgens mij als e eerste vervoerder overstag gegaan en hebben we alle in al onze bussen en trams pinapparaten, uh, uh, de echte pinapparaten ja. neergezet. Ja, en eigenlijk is dat heel goed gegaan. Wij zijn tegelijkertijd ook gaan investeren in de automaten op straat. Hè? Zodat je dus een kaartje op uh, een automaat ook uh, op straat kon kopen. Zodat ook op die manier wel het gemakker was. Maar ja, dat is ook allemaal duur. En spullen die op straat staan. Dus dat is natuurlijk ook een echt voordeel van uh, betalen met de bankpas. Dat je ook al die spullen niet meer hoeft te hebben. Of winkeltjes waarin je weer naartoe moet om een kaartje te kopen. En, en wij als bedrijf daar ook niet in hoeven ja, te investeren. En... Is het dan ingewikkeld om dit te doen? Want, wat moet, wat, want je moet heel nieuw soort van gesprekken, want eerst was het met de vervoerders samen, Translink het die samenwerking volgens mij uh, van de OV-chipkaart, om dat uit te rollen. Wat bijzonder ja. is dat het over het hele land is. Ja. Maar nu moet je dus ook met alle banken, dus ook een Britse bankpas werkt in de tram. Nou ja, het is ingewikkeld. Ik denk dat Bas daar ook wel wat over kan zeggen. Want eigenlijk is Bas natuurlijk uh, de commerciële manager en ik de technisch manager. Maar de, nou ja, goed, we hebben ooit stuivertje gewisseld. Dus ik denk ja, ja. dat Bas daar ook wel wat over kan zeggen. Je moet gewoon vertellen wie, wie het antwoord heeft. <laughs> moet het antwoord geven. Maar, nee, maar dus is, het, ja. is het ingewikkeld? Het, is... Het, uh, het, is, het begint in ieder geval met iets nieuws. En, ja. en je moet opeens met andere partijen praten. Dus dat moet je ook leren. Dat is een ander, ander jargon... Uh, Um, wat vooral anders is in het, in het openbaar vervoer, is um, ons poortje. Daar, daar, broer, wij willen niet dat iemand op poortje gaat staan wachten om zijn pincode in, uh, nee. uh, uh, in te voeren. Want dan kunnen we het station wel dicht. Uh, maar het uh, is gewoon een systeem van contactloos betalen en dat heeft bepaalde veiligheidseisen. Ja, en die, en die veiligheidseisen schroeven wij een beetje terug. Uh, okay. hè, want als jij nu contactloos betaalt. In een winkel. En je hebt al boven een drempelbedrag, moet je alsnog je pincode invoeren. Bij ons moet je nooit je pincode in, uh, uh, invoeren. Wij gaan ook niet wachten totdat de bank akkoord heeft gegeven dat dat geld er komt. We laten je gewoon binnen en rekenen pas aan het eind van de dag af. Zodat. Mensen snel door dat poortje kunnen uh, lopen. Tempo, dat, moet, dat, dat tempo. Bro, er moeten 25 mensen per minuut door zo'n poortje heen kunnen. Nou, daar kunnen we echt niet lang wachten met een gewone PIN-transactie. Ja. Uh, maar dus hoe, hoe, hoe werkt dat snel. dan op de, op de bankrekening? Want nu als ik met mijn OV-chipkaart incheck en uitcheck, krijg ik bij, bij zo'n app krijg zelfs een pop-up van je hebt ingecheckt. Hoe, werkt dat dan bij, hoe zie ik dat terug op mijn bankrekening? Je ziet op je bankrekening aan het eind van de dag het totaal van alles wat je die dag vereist uh, uh, hebt. Uh, wij sturen de ritinformatie ook niet naar de banken toe. Yeah. Ook, ook vanwege privacy uh, redenen. Maar in je afschrijving staat een code. En met die code kun je bij ons op de website zien. Waar je bij GVB allemaal gereisd hebt. Kan je op de OVP-app zien waar je in het hele land gereisd uh, hebt. En daar kan je mee, dus je kassabonnetje, wat je bij de Albert Heijn ook krijgt. kun je dus digitaal inzien, uh, zodat je weet: het klopt. Ik heb vandaag inderdaad. ben, ben op en neer naar Maastricht uh, geweest. Dus ik heb veel geld aan de NS betaald. Uh, maar ik heb ook al dit bij de GVB gemaakt. En daar hebben wat minder aan betaald. En dat zit, dat zit allemaal in dat ene kassabonnetje. Hoe heb je meegenomen als iemand geen saldo heeft op zijn rekening? Kan je dan de tram niet in? Of is dat dan... de, de eerste dag dus wel. Ja. Uh, maar als de betaling aan het eind van de dag niet lukt, omdat je geen saldo uh, hebt, dan. Laten we je de volgende dag en niet in totdat je je rekening bij ons betaald hebt. Dus je mag één dag op de pof reizen. Ja, nou, of, of op een bepaald uh, niveau. Hè. Dus je kan niet een hele dag in het OV zitten en denken: ik zit hier lekker droog. In. <lacht> <lacht> dat, ja, dat, uh, raar, daar gaar. zitten ook uh, zeg maar, uh, zekerheidszaken in. Wat ik nog wel even wil toevoegen is dat, dat we hebben zeg maar in Nederland niet... We hebben wel wat specifieke afspraken met banken gemaakt. Ja. Maar uh, de manier waarop we deze afrekening doen... dat is eigenlijk ook iets wat uh, internationaal geldend is. Ja, dat is standaard. Dat ja. Dus, dus uh, de techniek is standaard en ook deze afrekenmethode is standaard. En daarom, is het ook ja, uh, daarom lag het ook echt wel voor de hand dat we dit gingen doen. Ja, dus het is niet een heel nieuw ontwerp wat je hebt nee. uitgedacht. Nee. Nog de laatste vraag daarover... Om... Ook verveld, ik snap wat daar gebeurt. Want ik snap wel dat ze mijn bankpas pas tegenaan aan dat dan de poortje open gaat. Dat is fijn. Maar uh, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als iemand een, een pas gestolen is? Iemand kan ermee reizen. Is, dit, is dat allemaal meegenomen? Dat soort. Ja, dat, zijn we, dat, dat is zeker ook meegenomen. Dus daar, worden ook, uh, daar zitten ook speciale. Ja. Uh, uh, seintjes die. Uh, die zeg maar ook op de dag naar de bank gaan. om te checken: Goh, is dit wel een geldige kaart? Ja. Uh, dus dat is wel ingebouwd. Je kan het natuurlijk niet helemaal 100% uh, dichtzetten. En dat willen we ook helemaal niet. Het kan ook een keer voorkomen dat je geen geld hebt. En dan wil je, willen we toch. Ja, weet je, dus. Uh, alleen wel, het is wel een zorg. Dus je ja. wil dat dat percentage heel laag is. Uh, wij willen. We hebben daar echt een ambitie van minder dan 1%. En uh, nou, dat vraagt ook wat van onze apparatuur. Hè? Dus je hebt echt wel goede computers nodig, ook in die validators. Uh, in de eerste instantie toen we hiermee starten, toen dachten we nog, nou, we gaan hele domme apparaten neerzetten ja. en we gaan alle uh, intelligentie in de back office doen. Nou ja, je ziet dat je toch echt wel hele goede spullen nodig hebt om ook gewoon uh, op de dag zelf heel goed te kunnen checken en af te kunnen rekenen. Hoewel voor de reiziger de afrekening echt pas aan het eind van de dag is doen wij al wel uh, gedurende de dag allerlei... Uh. En een hele praktische vraag. Als het internet eruit ligt, hoe werkt dat dan? Ja, dan uh, gaan blijven we thuis. <laughs> nee, op het moment dat het internet er beperkt uit uh, ligt... dan bewaart uh, de apparatuur... die bewaart gewoon dat jij daar op dat moment geweest bent. En zodra het internet weer hersteld is... vertelt hij het nog steeds aan, het, uh, aan, aan die back-office waar Inge het net over uh, had... Uh, dus als het er een paar uur uit ligt krijgen wij nog steeds aan het eind van de dag ons geld en word jij nog steeds aan het eind van de dag voor je rit in rekening uh, gebracht als het internet er een maand uit ligt, ja dan beginnen we wel wat, uh, wat problemen te ja, hebben volgens mij, mij heeft een maand heeft... uit ligt maar dat betekent dus inderdaad gewoon heel praktisch het werkt dus soort van offline maar niet volledig offline en, en dan naar de praktische tweede kant, want vroeger kon je dus gewoon, ja vroeger, maar vroeger kon je met je euro gewoon naar de bus toe hier heb ik een euro, nou ja, dat is iets meer, maar toch, ik stap in de bus en ik kan direct betalen. Ja. Nu niet meer. En je hebt dan gezegd, je bent ingebouwd dat je het niet meer. Gaan we gaan het later over hebben dat je niet getraceerd wordt. Maar er zijn heel veel mensen die helemaal niet kunnen omgaan met met überhaupt uh, dit soort systemen. Ja. Hoe kan je ervoor zorgen dat je nog steeds met cash op een andere manier door het openbaar vervoer kan? Ja, ik denk dat wij als GVB daar echt wel altijd ook mee bezig zijn. Hè? Dus wij hebben ook vier loketten in Amsterdam. Hè? Ja. Dat is uh, bijna net zoveel als uh, NS uh, <laughs> heel het <laughs> land heeft. Dat is niet waar trouwens. Maar nee, we proberen wel echt ook heel toegankelijk te zijn. En persoonlijke uh, dienstverlening aan te blijven bieden. Zowel telefonisch als uh, bij loketten. En, um, en, en ook trouwens bij onze partner zullen we dat ook... Um, ook uh, voorlopig in ieder geval nog blijven doen, zodat je gewoon uh, ja, met cash geld ook een kaartje kunt kopen. En we kijken natuurlijk wel: van ja, wat voor kaartjes zijn het dan? Hè? nu zijn dat uh, de kaartjes die, die papieren je kent. kaartjes en uh, je ja, precies. Dus we zijn wel aan het kijken: worden dat bijvoorbeeld uh, barcode kaartjes? Hè? zodat mm -hmm. je want zit, we hebben nu ook al barcode lasers in onze voertuigen oh. en dan. Um, nou, dan kan je dat op die manier doen. En er komt ook een nieuwe overchipkaart. En dat lijkt een beetje op wat de meneer hier uh, achter mij uh, ook uh, vertelde. Dat is ja. eigenlijk een soort kaart waar je dus met kerstgeld geld op kan zetten. En dan kan je dus wel uh, in- en uitchecken met die kaart. En dan, uh, ja, dan schrijft hij dat af. Dus, dus op die manier proberen we ja, ook verschillende doelgroepen. Uh, die ook anoniem willen reizen. Ook, uh, te dus het blijft erin bestaan. En voor de mensen thuis, wat net naar bedoeld, werd, voorafgaand aan het oh. programma, praten we altijd even met het publiek. Dus we oh. je, de volgende keer gewoon bij, want dan kan je meepraten. <laughs> dat altijd veel leuker is. Maar dat betekent oh, inderdaad dus om. Nee, het, is, het is een relevant, uh, relevante re referentie hier. Maar het betekent dus: er is altijd een route om anoniem. Of met kerstgeld toch mee te gaan met het maar voor En uh, uh, toch te kunnen bewegen door de stad. absoluut. Ja, nee, dat zijn ook de afspraken die we hebben gemaakt. Dus daar zijn we ook aan gehouden. Maar dat, ja, we zien ook dat het gewoon uh, ja, nodig is. Ja. En uh, ja, dat blijven we dus ook doen. Ja. En uh, dan de, uh, de data die dus gedeeld wordt. Want jullie zeggen, er komt dus niet ik, ik, ik log in met mijn bankpas in de tram... En dan gaat dus niet de gegevens, de locatiegegevens, gaat niet naar de bank toe. Hoe ga je dan met anderen met die informatie om? Want bij de overchipkaart kan je dat wel zien. Hoe weet je dan nog wie waar gereisd heeft of hoeveel op een bepaalde uh, voertuig gereisd is. Nou, dat, dat, dat laatste dat weten we uh, sowieso. Um, Hoe dan? Gewoon het feit ja, maar, dat maar, daar gewoon dan, zoveel ingecheckt is. Bijvoorbeeld, ja. hè, en, en, en en om te weten hoeveel mensen erin uh, zitten... hoeven we niet te weten wie er op dat moment uh, in zitten. Op het moment dat jij je bank past tegen. Zo'n apparaatje van ons uh, houdt. Gaan er eigenlijk twee pakketjes gemaakt worden. Een, een pakketje met openbaar vervoergegevens. Ja. Je bent. Er is iemand, onbekend wie, ingecheckt op kwart over acht op centraal station op lijn 26. Uh, en er is een pakketje met bankgegevens. Dat pakketje met bankgegevens kunnen wij niet lezen. Daar kunnen wij helemaal niks mee. Dus nee. wij weten niet welke bank pas het Maar met een, een moeilijk is. woord is het privacy by design. Dus het betekent dat je dat niet ja. kent over en weer. Ja. En dat je niet eens, al zou je het willen, de gegevens over en weer heen kunt kijken. Wij, 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 zelfs al zouden we het willen, wij kunnen niet in die gegevens. En zelfs al zou de bank het uh, willen, die hebben die ritinformatie niet. Want het openbaar vervoerpakketje blijft binnen het openbaar vervoer... En het bankpakketje gaat uiteindelijk naar de banken. Omdat wij wel bij jouw bankrekening die, die, die euro eraf willen gaan halen. En daarvan hoeven wij niet als GVB niet te weten dat jij het uh, uh, bent. Maar de bank moet dat uiteindelijk natuurlijk wel weten. Jullie hebben een filmpje meegenomen waar jullie heel trots op zijn. En jullie graag ja. met ons <laughs> willen delen. Laten we daarna gaan kijken. Dit ziet er veelbelovend uit. Mooie loopactie. Daar is de versnelling. Kijk, wat een beweging. Wat een beweging. Korting! Korting! Ja! Yeah! Yo, you good? Woe, hij gaat zeker goed. GVB is namelijk de eerste ter wereld die het gelukt is om korting op je normale of mobiele betaalpas te zetten. Hé, hey, jij moet toch ook reizen met korting bij GVB? Ga voor GVB Flex. Ja, dat is een heel mooi filmpje. Hè? Dat is. GVB. Uh... Uh... Anyway. But... Het punt van dit filmpje is dat jullie korting kunnen innemen. En eigenlijk, het, wat ik heel bizar vind: dat, dat jullie dus blijkbaar de eerste zijn ter wereld die het überhaupt kunnen via de bankpas. Maar jullie zijn de eerste ter wereld die het kunnen via de bankpas. Waarom is dat zo'n.? Hoe, 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 ja, ah. dat moet toch heel makkelijk zijn. Ja, maar dat is altijd met dingen die ja. eigenlijk uh, ja, gewoon uh, heel mooi zijn. En uh, waar je eigenlijk op zit te wachten dat je denkt, ja, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Um, ja, dat is een mijn vraag. Uh, <laughs> ja. Uh, nou ja, uh, het, het, het vraagt gewoon uh, nogal wat uh, dat je, oh. zeg, maar de bank pas koppelt aan een uh, abonnement. Dat is gewoon best wel uh, oh. ja, een, uh, een technische uitdaging. Dus dat was ook niet in één keer gelukt. Daar zijn we denk ik al een jaar mee bezig geweest om het überhaupt neer te zetten om het te bouwen. Uh, maar um, ja, wat je eigenlijk, uh, waar we het daarnet ook over hadden, van ja, je wil eigenlijk dat mensen makkelijker in kunnen stappen in het OV. En uh, die uh, normaal een kaartje kopen. Maar je wil eigenlijk ook dat mensen die, um, uh, die eigenlijk wat vaker reizen met het OV, dat voor ook voor hun het makkelijker wordt, dat zij ook niet meer een Aparte kaart hoeven te kopen en gewoon met diezelfde kaart uh, kunnen reizen. Dus daarom was het voor ons wel echt heel belangrijk om dit te realiseren. Want tot nu toe was het dus inderdaad zo dat als je dat deed, kon je dus alleen maar betalen, gewoon vol tarief. Maar dit is hoe, hoe, hoe garandeer je dan de privacy? Want dan ben je per definitie geregistreerd. Of is ja. het een hele domme vraag voor mij? Nee hoor, dat is een hele goede uh, uh, vraag. Um, als je. Als je uh, uh, bij ons een abonnement koopt, ja. hè, want dat dat, dat 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 moet je dan uh, doen. Dan registreren wij dat op basis van informatie die jij ons hebt uh, gegeven. Dus ja, je moet ja. ons je moet ons wel iets vertellen over uh, over je bankpas. Uh, registreren wij in het systeem bij Translink dat jij recht hebt op uh, op korting en elke Op die keer specifieke bankpas. Op die specifieke bankpas. Uh, ja, het is nu het systeem is nu nog zo dat het korting geeft op een specifieke bankpas. Als jij reist met je mobiel en met je bankpas... en je hebt je abonnement aan je mobiel gekoppeld... krijg je alleen maar korting op je mobiel... en niet op je fysieke bankpas. Maar die moet je even de. uitleggen. Bedoel je mobiel op de app? Mobiel de OK op je app. Of nee, je nee, de, de de Google de, Pay of Apple Pay? Google Pay of Apple Pay. Gewoon jouw jou, uh, jou bankrekening... Uh, <laughs> die, de, de, ik weet niet of de mensen dat thuis zien, maar wat je in bank... je, 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 je wallet hebt zitten van Google Pay, Apple Pay, je bankrekening van ING, ABN, Amro. Dus noem ze de bankpaks, De fysieke bankpas gekoppeld is aan, aan digitaal betaalsysteem zoals Google Pay of Apple Pay, dan werkt het op die manier. Of je gaat naar de app van OVP. Is dat hem? Uh, Nee, dus je hebt, hebt of een plastic pas in je hand. Hè, veel mensen doen nog steeds gewoon met zo'n plastic uh, ja. uh, pasje in hun, uh, in, in, hun, in hun portemonnee. Anderen die gebruiken hun mobiel. Maar je kunt je korting aan een van die twee koppelen. Bij ons in onze uh, uh, webshop. En als jij dan reist en zegt, hé, hey, dan, dan zegt het systeem van Translink. Dus wij zien dat helemaal niet. Het, uh, het systeem van Translink ziet dat aan deze bankpas is dit GVB-product uh, gekoppeld en als hij dan een prijs uitrekent, dan berekent die prijs met korting. En ja, als je het zo vertelt, klinkt het echt heel erg simpel. Als ik een prijs bereken, kan ik ook een prijs met korting uh, berekenen. We zijn in de voorbereiding van dit programma bij verschillende vervoerders over de wereld geweest en die vertelden ons. Als je dit gerealiseerd hebt, mag je terugkomen om te vertellen hoe je dat gedaan uh, hebt. Ik bedoel, er is, het is dus, het lijkt simpel, het is complex, en wij zijn de eerste, samen met Translink, die dat uh, gelukt is om dat, uh, om, om dat te doen. Ja, daar zijn wij trots op. Om helemaal terug te gaan beginnen, want in mijn studenten ik had zo'n papieren uh, over. De studentenkaart. toen kon ik gaan. Kon, kon, of die eens de bliepe kok, gewoon een tram in. Ja. En je had gewoon strippenkaarten, of je kan gewoon met een dan niet geld, maar dan gewoon instappen. Waarom is al deze ingewikkeldheid nodig? Waarom doen we dit? Ah. Ah. Waarom doen we dit? Nou, ten opzichte van de strippenkaart, um, doen, doen we dit bijvoorbeeld omdat we poortjes op onze metrostations wilden hebben, om de ja. veiligheid op onze perons uh, te vergroten. Daarvoor. Was het echt gewoon uh, uh, open. Mocht iedereen ja. erin. Uh, Als je poortjes neerzet, wil je iets hebben waarmee het deurtje opengemaakt kan uh, worden. Dat is best lastig met een strippenkaart uh, om, dat, uh, om dat goed uh, te krijgen. Dus dat was een reden, gewoon het vergroten van de sociale veiligheid. Uh, ja. Zorgen dat minder mensen niet betaalden voor het openbaar vervoer. Dat was met de strippenkaart ook een heel groot uh, uh, probleem. Dus toen wij met de OV-chipkaart live gingen... merkten we ook dat, zonder dat we niet direct meer reizigers hadden... onze inkomsten wel toenamen, terwijl we de tarieven niet verhoogd uh, Dat is gewoon meer hadden. mensen dat betalen. Meer dus ja, wat, wat misschien ook belangrijk is om te beseffen... is dat mensen die gebruik maken van de OV-chipkaart, ja. ook nu... Een rapportcijfer geven van 8,5 of zo. Echt bizar hoog. Oh, ik, dus, yeah. uh, dus het is gewoon ook een heel mooi middel. Uh, ook al zijn we nu bezig om daar weer hè, volgende stappen te zetten. Omdat die overtipkaarten moet je weer een abonnementje opzetten. Je moet altijd langs een automaat. Of je moet uh, op geld de saldo opzetten. Ja, je ziet gewoon dat de gebruikers echt heel erg tevreden zijn. Alleen de... Uh, niet Ja, die bedienen we nu, nu slecht. En dat is de reden ook dat we deze transitie maken. En tegelijkertijd maken we ook weer een volgende stap voor de, ja, voor de huidige overtypekaartgebruikers. We gaan zo naar het bredere systeem ah. kijken. Maar het ja. is mij in ieder geval duidelijk ja. hoe het bij jullie werkt. Het is niet de bedoeling, ik stelde deze vraag oprecht, omdat ik me afvroeg: van je, je gaat er een hoop hoepels heen. En je vraagt ook aan reizigers andere manieren na te denken. Dat is ja. dan bijna een half uur dit gesprek om te snappen hoe werkt dit systeem. Mm -hmm. Dus daarom is het inderdaad van hoe, hoe, kan je er dan, hoe kijken jullie daarna op de lange termijn? Dus hoe uh, uh, zien jullie die, die relatie van het OVP met de bredere betaalsystemen en, en hoe we daarmee omgaan? Hoe kijken jullie ernaar? Nou ja, ik denk wat ik in ieder geval voor mezelf ook merk, is ik uh, hoef mijn bankpas nooit meer te pakken. Ik betaal met mijn telefoon. Betalen is gewoon heel eenvoudig geworden. En ik denk dat we als OV moeten we daarin meegaan. We moeten ook daar uh, uh, dezelfde ervaring uh, gaan bieden. En dat, 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 dat zijn we nou heel mooi, uh, zeg maar, mooie stappen in aan het zetten. Ja. Voor mensen die niet eigenlijk nauwelijks gebruik maken van het OV. Uh, en nu ook met onze nieuwe korting... Hè, voor wat meer uh, frequente reizigers, zoals we dat noemen. En uh, ja, dat, uh, ik zie daar echt uh, nog, nog best wel wat verdere stappen. Om gewoon, ja, uh, dat, het, dat het betalen gewoon geen issue is. Want het OV, dat is een uitspraak die ik wel vaker doe... is al spannend genoeg, hè? Je moet al kijken waar die tram heen gaat, uh, hoe vaak die rijdt. Er zijn al zoveel dingen en betalen moet gewoon echt geen issue zijn. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk kijken naar... Uh, naar mensen die gewoon met cash willen betalen en, die, en daar blijven we voorzieningen voor, voor houden. Maar degene die digitaal kan en wil, ja, daar moet het gewoon uh, grenzeloos voor zijn. En inderdaad, ho mensen hoeven zo meteen, of nu al, geen tijdelijke OV-chipkaart meer te kopen, want nee. die is gewoon beschikbaar. Dank in ieder geval Inge Keur en Bas van Adrichem voor jullie uitleg. Het is mij helderder, wij gaan door naar de volgende ronde. Mag ik een grote plaats voor hun? <coughs> Want in het volgende panel gaan we namelijk doorpraten met, uh, uh, kom maar vast naar voren, met Cynthia Tulpi en met directeur Core Transaction bij de ABN Amerenbank. Marnix Blom, strategie verzekeringszaken bij uh, betaalvereniging NL. En Igo Boerrichter, policy advisor bij de Nederlandse Bank. En tot slot Rosa Lauwerser, manager Digital Right House in Amsterdam. Ja, dank dat jullie er ook zijn en graag ook een plaats voor deze mensen. Mijn vraag aan jullie is eigenlijk: Hebben jullie geluisterd naar het vorige gesprek? Van hoe, hoe kijken jullie naar deze introductie en dan begin ik bij jou? Heel herkenbaar, hè? want we hebben daar samengewerkt als ja. Nederlandse banken met de uh, openbaar vervoerpartijen. Uh, en dus ook heel herkenbaar de vraag van onze klanten, en of dat nou consumenten zijn of, of bedrijven, dat betalen een gemakkelijk en veilig proces moet zijn. Ja. En uh, hier gaat een uh, samenwerking van, van uh, vele jaren aan vooraf. Het uh, klinkt simpel als je het eenmaal gebruikt. Maar uh, waarborgt dat het veilig is. En dat alle partijen alleen maar weten wat ze hoeven te weten. Om de transactie uit te kunnen voeren. Dat, uh, dat hebben we heel zorgvuldig samen gedaan. En met een hm. mooi resultaat. En wat ik net al zei: je bent directeur core transactions bij de ibm Bank. Ik weet wat de losse woorden betekenen. Ja, ja. maar wat, wat betekent core transactions? Eigenlijk zorgen wij, kun je simpel zeggen, we zorgen dat al onze klanten kunnen geld ontvangen en kunnen betalen binnen Nederland en buiten Nederland. Ja. En dat doen we met verschillende manieren, zodat al onze klantgroepen er gebruik van kunnen maken. Dus het gaat van cash tot pas tot overmaken met je, met je mobiel bankieren app. En uh, op een uh, op een veilige manier uh, betalen en betalen. Geld ontvangen, eigenlijk. Ja. Dus inderdaad, en, en, uh, uh, dus wat was jullie rol dan ook als ABN, als een van de banken uh, bij de totstandkoming van dit? Dus hoe, hoe waren jullie erbij betrokken? We zijn eigenlijk vanaf het begin uh, eerst met elkaar in gesprek gegaan, want er zit veel waarde in, ook voor de Openbaar maar ook voor ons als bank, hè, om die bank pas relevant te houden voor, uh, voor klanten, dat die gebruikt wordt. Dus dan ga je eigenlijk met elkaar kijken wat is de toegevoegde waarde voor onze klanten, wat is de toegevoegde waarde voor de klanten van de. ...OW-partijen mm -hmm. en hoe gaan we het dan samen doen? Nou, de standaard die we gebruikt hebben en hoe zorgen we inderdaad... ...dat het op een veilige manier gebeurt? Ja. Dus dat is uh, heel veel bij elkaar komen, voorwaarden bespreken... ...kijken wat betekent het voor de klant ja, enzovoorts. Alle scenario's inderdaad, gewoon Alles, goed doorlopen. Ja. Ja. Um, ook hier aan tafel, je bent Igo Boerrechter... ...je bent uh, Policy Advisor, dus beleidsadviseur van de Nederlandse Bank. Klopt. Um, het, het, de rol van de Nederlandse Banken Centrale Bank. Voorgegeven, natuurlijk, de gulden uit tegenwoordig. Via de Europese Centrale Bank, de euro. Jullie zorgen ervoor dat onze koopkracht in stand blijft. Tenminste, dat jullie rol. En jullie controleren natuurlijk ook de banken en of het betaalsysteem goed gaat. Maar uiteindelijk gaat het erover. Ik heb een euro, jij zorgt dat die in ieder geval. Stabiel soort van blijft. In ieder geval dat de inflatie niet uit de pan schiet. Um, Zegt dat? Valt ik nog wel goed samen? Nou ja, het is een van de taken. de, de, ja. de Nederlands heeft meerdere taken. Uh, de, 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 dat gaat eigenlijk een beetje over het monetair beleid. Maar ja. uh, kijk, waar we het ook even over betalen gaat eigenlijk ook over het betalingsverkeer. Ja. En, en, en daar is uh, de Nederlandse bank en samen met andere centrale banken zijn we eigenlijk verantwoordelijk voor ja, de goede werking van het uh, betalingsverkeer. Uh, ook binnen Nederland. En daar is de euro natuurlijk uh, een heel belangrijk onderdeel van. Ja, maar dan wil ik naartoe, want ik zeg, ik geef dit voor me wel wat reden, want die euro, zeker als een fysieke euro, dat is een, dat is, ik heb een directe relatie tussen, uh, tussen ik als eigenaar van die euro en, en jij als medewerker van de Nederlandse bank, in ieder geval als uitgever uh, via de Europese Centrale Bank van die euro. En jullie doel is dat mijn uh, uh, betaalkracht overeind blijft. Terwijl het is verschil bij de ABN. Jullie doel is niet per se. Dat bedoel, je wil ook heel graag dat, dat ik goed kan blijven betalen, maar je doel is niet omdat het een ander soort van bank, dus commerciële bank versus uh, land, of, uh, zeg maar uh, overheidstaak. Zegt dat goed? Nee, ja, je omschrijft eigenlijk het verschil naar nou, tussen publiek en privaat geld. Ja. Hè? En de euro is, is, is wat door de centrale bank wordt uitgegeven, is publiek geld. En dat, dat kennen we eigenlijk als de bankbiljetten en de munten. Uh, nou, bij de Commerciële banken is dat privaat geld, en daar zit een, een verschil in, maar dat heeft nog niet, dat heeft niet zozeer direct met een koopkracht te maken. Hè. Nee. elke euro is een euro waard, zo dus uh, komt het eigenlijk om neer. Nou, waar ik echt naartoe wil is van als ik met mijn bankpas betaal, dan heb ik daar een commerciële bank voor nodig. Klopt, terwijl dat op het moment dat ik met een euro betaal, heb ik geen commerciële bank nodig. Sterker nog, ik geef jou gewoon een euro en dan is geld van super simpel. Hoe uh, en jij hebt Onderzoek in 2019, onderzoek gedaan voor de Nederlandse Bank naar de toekomst van dat geld. En kan je ons meenemen, hoe ziet dat er dan uit naar de toekomst? Hoe gaat de toekomst van ons geld eruit zien op een manier? Moet, of, of moeten we dan gewoon accepteren dat we afhankelijk zijn van commerciële banken? Nee, ik denk dat die balans tussen publiek en privaat geld heel goed is. Hè. Het is een publiek een maatschappelijk systeem, toch geld, dat we een beetje een afspraak met, met z'n allen hebben. Ja. En, en heel lange tijd was dat contant geld, hè, wat veel gebruik werd. En, en in Nederland zijn wij... Uh, behoorlijk die digitale transitie in gegaan, maar het is nog niet zo heel lang geleden. 2015, volgens mij, heeft Pinden overhand gekregen. Ja. Dus dat gaat vrij snel, inderdaad. Um, maar eigenlijk wat, wat net al werd aangegeven, het, het blijft belangrijk dat, dat eigenlijk beide vormen uh, beschikbaar blijven. Kijk, uh, digitaal betalen bij de bank is, is, is prettig, snel, efficiënt, gebruik ik ook uh, dagelijks, uh, daar ben ik zelf heel tevreden over. Um, maar ook cash is, is belangrijk daarin om te gebruiken en, en inderdaad uh, die, die connectie met het publieke geld te houden. Maar ook een stukje inclusie, sommige mensen hebben wat moeite met digitalisering. Uh, privacy is hier al uh, genoemd aan tafel, wat is belangrijk. En ook al keuzevrijheid, want nou, je noemde ook al even de internetstoring. Hè? Een, 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 meerdere keuzes binnen betalingsverkeer is ook een robuuster betalingsverkeer. Als het ene het even niet doet, heb je het andere nog. En dat is eigenlijk allemaal heel belangrijk dat we dat behouden. Want wat is de toekomst van ons contant geld? Hoe gaat dat eruit zien over 20 jaar, 30 jaar? Ja, het was moeilijk om uh, lange een uh, 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 glazen bol te zien. Nou, ik denk uh, zeker op de, op de middellange termijn is, is, is cash is here to stay eigenlijk. Hè. We ja. blijven het ook ondersteunen en, en, en we zien ook dat er gewoon nog behoorlijk veel mensen dagelijks gebruik van daar maken. Nu, een op de vijf betaalt nu nog met cash en, en dat zijn toch een flink aantal betalingen per dag. Um, dus dat, dat, ik denk dat dat nogal een, een tijd blijft. We zien ook in landen waar die digitalisering verder is gegaan, dat ook daar um, um, een cash gewoon een rol blijft spelen. Dus ik, ik zie daar niet op een, uh, een. Het is geen voorspelling dat dat snel gaat verdwijnen, laat ik het zo zeggen. Ja. En hoe? Want dat heb je toen in 2019. Hoe was dat toen? Was dat hetzelfde beeld? Wat nou ja, was het verschil tussen toen en nu en 2019 qua digitaal betalen? Ja, we, we zijn verder in die ontwikkeling gegaan eigenlijk. Hè. Dus, dus er de, 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 wordt nog meer digitaal betaald. Um, maar wat we toen eigenlijk zagen, is, is hè, een, een, een betaalsysteem, een dit grote systeem, dat hebben we bepaalde netwerkeffecten. Dus als iets minder gebruikt wordt, moet je wat beter nadenken over hoe je dat inricht. En, en nou, die uitdaging ligt er eigenlijk. Dus hoe zorg je ervoor dat als het wat minder gebruikt wordt, dat het nog steeds goed blijft werken en dat we het behouden eigenlijk? En daar, dat is eigenlijk nu nog relevanter geworden om te kijken hoe dat, uh, we dat kunnen blijven aanbehouden. We gaan er nog verder over doorpraten, maar ik wil ook nog even naar Marnix, want jij bent uh, van de betaalvereniging uh, 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 betaalvereniging Nederland. Klopt. Ik heb nooit van gehoord, maar er zijn waarschijnlijk heel veel andere mensen ook niet. Maar wat, wat is de betaalvereniging NL? Nou, je zou ons kunnen zien als de, de vereniging van de Eigenaren van de, de spelers die samen de betaalinfrastructuur maken. Ja. Uh, en we samen met elkaar, uh, de leden van de vereniging, zorgen voor uh, veilig, betrouwbaar, efficiënt en toegankelijk betalingsverkeer. Zijn jullie in samenwerking van de banken? Het zijn banken, het zijn ook betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen. En net een ander soort licentie, maar allemaal, alleen die drie soorten ondernemingen mogen betalingsverkeerdiensten aanbieden. En wat voor, soort, uh, uh, wat voor soort betaalverkeer recht je dan op? Is dat een puur digitale of is het ook inderdaad pinautomaten? En... Het gaat eigenlijk om het hele betalingsverkeer zoals dat, dat, geld dat, dat zeg maar, door, door gewone mensen en door gewone bedrijven wordt gebruikt. Hoe kijk je dan naar een initiatief als nu OVP? Nou ja, ik denk, dit is echt een blijvertje. Hè. Het, is, het is zo simpel om, uh, om te gebruiken. En dat is een, een, een eigenschap waar je een goed ontwerpen kan uh, herkennen. Uh, en tegelijkertijd zit er heel veel techniek onder de motorkap... die ervoor zorgt dat het zo simpel is om te gebruiken. Um, en ja, het, is, uh, het staat in een hele uh, lange traditie van, uh, van verbeteringen en ontwikkelingen... aan ons digitaal betalingsverkeer. Die ons hier gebracht heeft en die ook voor heeft gezorgd dat nu... Uh, uh, ...contant betalen zodanig klein aan het worden... ...is dat we met elkaar ook maatschappelijke keuzes moeten gaan maken... ...over hoe je dat goed blijft inrichten. Uh, omdat je het wel wilt behouden. Uh, omdat ook... ...het uh, is geen maatschappij voorstelbaar zonder... ...contant geld. Ja. Uh, kiest ook de, de wetgever... ...en de beleidsmaker voor, uh, dus het uh, Europees beleid... ...om daarvoor uh, om te kiezen... ...om uh, contant geld te behouden in de samenleving. Um, eh, maar het is inmiddels wel uh, 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 heel wat kleiner geworden dan elektronisch betalen. En, en voor de meeste gebruikers is elektronisch betalen uh, echt hartstikke makkelijk. En als je dan uh, 30 jaar teruggaat in de tijd, dan, uh, uh, dan is het echt wel een enorme, enorm verschil. Er is wel een tijd overheen gegaan dat mensen nog <laughs> ja. met een check in de supermarkt. jij nog met je archiefkaartje. Maar uh, hoe, hoe, hoe groot zijn Jij bent van Digital Right House. Jullie zijn een, 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 een stichting of zijn stichting. Ja, in, hier in Amsterdam gevestigd. Maar er zijn verschillende steden en de hele wereld werken samen om te kijken naar digitale mensenrechten. Ja. En ik denk maar waarom zit jij erbij met allemaal banken en, en vervoersbedrijven. <laughs> en dan zit uh, uh, Rosa van Digital Right House erbij. Maar jij zit er, je houdt je bezig met die mensenrechten. Ja. En dat is net die ene kern. Die mensenrechten zijn dingen die niet efficiënt zijn, die niet handig zijn misschien of die lastig zijn. Hoe luister jij naar dit gesprek? Um, nou, op verschillende manieren denk ik. Dus inderdaad, um, als je het hebt over digitale rechten, dan gaat het over mensenrechten in een wereld met steeds meer technologie. En ik denk dat iedereen wel een gevoel heeft bij wat mensenrechten zijn. Uh, dat je dat je, uh, je waardig mag voelen. Dat je gelijk bent met, een, uh, met, met anderen, uh, dat je vrij bent. En um, nou, hoe ik er naar het gesprek luister, een paar dingen. Ik, heb ik gehoord die ik bijvoorbeeld eerst niet wist. Dus ik ben bijvoorbeeld heel blij om te horen dat de GVB zegt van, hey, er moet altijd een punt zijn uh, um, om ook contant een kaartje te kopen. Um, een van de dingen die wij bijvoorbeeld zien in Amsterdam, is dat er een hele grote groep ongedocumenteerde mensen uh, in Amsterdam leeft. Mm -hmm. En als je ongedocumenteerd bent, dan heb je geen, uh, geen recht op een bankrekening. Dus dan is zeg maar, de stap om digitaal te gaan betalen al best wel groot. Uh, maar de stad Amsterdam zelf zegt... ja, voor deze mensen is er ook plek in onze stad. En uh, die, die, die faciliteiten moeten we wel kunnen bieden. Dus ook zoiets cruciaals als, als het openbaar vervoer... Uh, dat hoort wel beschikbaar te blijven. Dus dat was iets wat ik, um, wat ik wel positief, zeker positief vond om te horen. Um, het andere dingetje is denk ik inderdaad het, het privacy-vraagstuk. Dus privacy is een, uh, is een mensenrecht. Uh, artikel 12 van het Universele Verdrag van de Mensen van de Recht... Uh, recht van de mens. Um, en dat is een heel interessant vraagstuk, want je, uh, wat mij betreft. Want je, 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 ja, soms zijn dingen een beetje conflicterend. Dus we, de, 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 de discussie die volgens mij gevoerd moet worden is gemak versus je, je privacyrechten. En uh, ik ben wel ook wel interessant uh, hoe de mensen hier aan tafel daarover denken. Um, zeker in het stukje dat je allerlei uh, technologieën gaat linken met elkaar. Dus ja. Google Pay kwam al even naar voren, Apple Pay kwam al even naar voren. Um, ja, en dat zijn hele grote uh, partijen, commerciële partijen, niet van Nederlandse bodem in een hele andere. Uh... Zelfs niet van Europese bodem. Precies, zelfs niet van Europese bodem. En dat, ja, dat mag wel meer aandacht krijgen, uh, wat ja. mij betreft. Maar dat betekent: dat is het punt is dus inderdaad, op het moment dat je met Apple Pay of Google Pay betaalt. dan ga je dus via Apple of Google ga je naar de bank toe. En dan pas zit je met die connectie naar de klant toe. Um, toch voor jullie allemaal. Van wat is voor jullie die toekomst van. Dus we, we volgens mij zijn het allemaal over eens. Privacy design, ik zie dat op een knikken. Goed idee. Dus daar hoeven we het niet over te hebben, dat is fijn dat we dat vinden. Kunnen we het hebben over we gaan het waarborgen. We het, zijn het ook over eens dat het inclusief moet zijn dat het voor iedereen mee moet kunnen doen. zijn het ook over eens ik knikken. Maar hoe gaan we dat waarborgen? Hoe, hoe is die toekomst? Hoe creëer je een toekomst voor digitaal betalen dat niet een deel van de samenleving uitvalt, of dat we niet verplicht in een vuik zwemmen waar we niet in willen met z'n allen waar we allemaal voor zijn uh, dat we daar niet in zwemmen. Maar hoe gaan we dat garanderen? De premier Bia Ja, sowieso is het heel goed om dit soort gesprekken te voeren... En, en, en ook gevoel te krijgen bij de verschillende groepen... die er in de maatschappij zijn en die ook te spreken. Ja. Als ik van mijzelf kijk binnen de bank... als wij een nieuw product maken of als wij uh, een nieuwe service bieden... daar gaat een heel uitgebreid proces aan vooraf... waarbij je niet alleen kijkt van nou, wat kunnen we aanbieden en wie vindt het leuk... maar waarbij je ook kijkt van uh, begrijp de klant... Wat hij koopt, begrijpt hij wat hij gebruikt. Hoe zit het met aspecten als privacy? Hoe zit het met veiligheid? Voor welke doelgroep is het geschikt. Daar ga je echt een heel proces door. Dat doe je niet alleen zelf, maar dat doe je met collega's met allerlei diverse kennis. Uh, en daarnaast wordt dat dan nog een keer beoordeeld door een, weer een andere groep collega's die daar opnieuw naar kijkt. En als er twijfels zijn, dan hebben wij een commissie ethiek waar je dat aan kan voorleggen. Hè, van de ja. twijfel, en om dat soort processen echt, echt goed belegd te hebben binnen je, binnen je productontwikkeling. Ik denk ik de enige manier om uh, ja, goed te kunnen blijven borgen dat we het beste doen voor al onze klantgroepen. Ja, maar hoe, hoe, hoe werkt dat bij de verschillende aangesloten partijen bij jullie? Nou, ja, wat je ziet is dat uh, um, betaalverkeer natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen als je het niet leuk vindt, doe je het toch gewoon niet mee. Hè? Dus iedereen om in de maatschappij deel te nemen, heb je betaalverkeer nodig. En dat geeft ook een speciale verantwoordelijkheid aan degene die dat organiseren. Um, en je ziet ook dat dat, um, uh, dus dat is iets waar we ook een, een maatschappelijke dialoog over voeren. Uh, de betalingsverkeerssector zit aan tafel met de stakeholders uh, van het betalingsverkeer, de gebruikers um, en anderen die daarbij betrokken zijn om het over dit soort dingen te hebben. Te zorgen dat ze dit soort dingen goed geregeld hebben. Uh, en de wetgever die speelt hier ook een belangrijke rol. Um, en het is de, de politiek. Die maakt hier ook allerlei keuzes in van hoe willen we dit met elkaar inrichten? En je ziet dat, dat argument van dat, het, uh, dat we het zo geregeld moeten hebben. dat er niet allerlei partijen uh, bij die data uh, erbij komen en daar, daarvan mee eten. Um, waarvan we dat misschien niet willen. Dat, dat wordt een steeds belangrijker uh, politiek dossier ook. Ja. En dan zie je dat strategische autonomie in Europa, uh, is daar het antwoord op. Uh, dat, maar dan moet je heel even uitleggen wat strategische autonomie. Betekent dus dat wij onze eigen, eigen digitale leefwereld in Europa creëren. dat we dus niet afhankelijk zijn van China, VS, Rusland, andere plekken ja. in de wereld. En ja, ik denk soms wel eens een misvatting is dat, dat een commerciële partij daar allemaal niet zo heel goed over nadenkt. Want zeker als je kijkt naar een bank, je drijft op vertrouwen. Ja. Anders heb je geen enkele kans om überhaupt mee te doen in dit spel. En daar zijn dit soort elementen en keuzes over. Wat gebeurt er met de data? Hoe veilig is het? Hoe toegankelijk is het? Het is heel belangrijk. Dus wij hebben daar een maatschappelijke rol en die pakken we ook. Ja, dat is fijn om te horen. Maar <sus> ik ben er toch wat benieuwd van hoe is het anders in Nederland en in Europa... dan dan inderdaad in de VS. Hoe is het praktisch anders? En het is goed dat de ABN dat doet, maar hoe kan je ervoor zorgen... dat neem ik voor je aan... Uh -huh. maar hoe kan je ervoor zorgen dat dat, dat ook op de lange termijn... In stand blijft. Dus hoe is dat? Laten we beginnen met hoe is het dan in Europa anders dan in misschien is jij de antwoord ook nog Gewoon hoe, hoe werkt dat, die digitalisering in Europa anders dan in de VS? Uh, nou ja, of het anders werkt, dat zijn natuurlijk zelfs de processen, maar de, de, de wetgeving is, is anders ja. vooral. Hè. In Europa is wat meer aandacht over het algemeen voor voor, voor privacybeschermende uh, wetgeving. Dus, dus in, in binnen die kaders, nou ja, als jij gebruik maakt van systemen. Uh, buiten Europa, dan, dan gelden de andere uh, juridische kaders. Dus ik denk dat daar vooral het verschil in zal zitten. Dus, dus uh, binnen Europa hebben wij privacy, uh, vinden wij privacy belangrijk en is daar uh, uh, behoorlijk scherpe wetgeving over. Dus als je ook dienstverlening binnen die, binnen die juridische juridictie eigenlijk zet, dan, dan moet je daaraan voldoen. Maar betekent dat dus als ik een Amerikaanse betaaldienst gebruik in Europa, dan val ik dus niet binnen die Europese kaders? Ik weet niet precies hoe alle juridictie precies op elkaar werkt, maar het is wel zo dat, dat daar verschillen in zitten. En, en, en um, ook het gebruik maken van hè, Europese partijen versus uh, uh, buiten-Europese partijen. De, de relaties veranderen wel eens. En, en ik denk dat het een, een reden is dat de Europese politiek uh, meer kijkt naar hoe kunnen wij binnen Europa meer van dat soort dingen in eigen handen regelen. Ja, want waar ik het toch even doorga is van, het, 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 het is niet... Het is niet vrijblijvend. Het is iets wat we echt moeten doen, want het zijn vitale mensenrechten. En het gaat over: het is mijn geld, het is jouw geld, het is niet iemand anders geld. Het is, dus daarom heb ja. je dus ook recht om daarmee om te kunnen gaan. En dus dat vind ik wel, ik, ik heb hem nog niet vast. Dus help in die zin. misschien, uh, nou ja, wat wat, wat al, al even genoemd. Wat hebben binnen Europa en binnen uh, ook binnen Nederland wordt ja. gekeken naar hoe we bijvoorbeeld uh, uh, cash beter uh, kunnen waarborgen binnen de samenleving, zodat dus dat uh, goed geborgen blijft, maar ook in die hele digitalisering dus Wil je dat dat we cash blijven houden? Ja, dus dus, oh. dus hè, voor, voor uh, mensen die dat, die, die dat verkiezen, maar ook vooral voor mensen die daar uh, toch wel afhankelijk van zijn om mee te doen in, in economisch verkeer, uh, wat gewoon nodig is om mee te doen in de maatschappij. Uh, maar ook binnen die digitalisering, uh, hoe kunnen we mensen daar toch in, 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 in helpen? We hebben recentelijk een, een onderzoek gedaan en dan zie je toch dat er een behoorlijke groep mensen is die, die moeite heeft met, met meekomen met digitalisering. Maar dat dat bes, best verschillende redenen kunnen zijn. Hè? Dat maar het is... is geen plicht om mee te komen met digitalisering? Nee, zeker een, niet. Je is... mag mee met digitalisering, maar je moet niet mee. Hoe ga je dat dan handhaven? Dat het ja, ik... niet hoeft. Ja, dat is moeilijk. Kijk, de, de wereld wordt digitaler. Ja. Hè? Dus ik denk dat er wel uh, behoefte is bij veel mensen om, om, om mee te gaan. En dat, dat, dat zien we ook wel, dat mensen wel een behoefte hebben. Het is niet zozeer dat, 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 dat niet iedereen niet mee wil doen. Het is heel vaak, sommige dingen lukken wat minder goed. En dat kunnen fysieke beperkingen zijn, dat kan een bepaalde vorm van laagletterlijkheid zijn. Hè? En dus, dus er zijn ook wel verschillende aanpakken nodig om die verschillende groepen. Te assisteren. Maar daarnaast ook, hè, als jij gewoon met cash wil betalen, dan vinden we dat dat uh, moet kunnen. En dat vindt de wetgever uh, uh, ook. Oké. Okay. Ja, wat ik wel, wel interessant vind, is bijvoorbeeld uh, meekomen in de digitale wereld. Yeah. Uh, we hebben volgens mij best veel aandacht, gelukkig. En steeds meer voor, voor, voor groepen die dat uh, minder goed kunnen. Maar wat misschien wel interessant is, je hebt jonge mensen uh, die. die Adopteren technologie of een vorm van, uh, van gebruik heel snel. Um, dus um, ja, jongeren nu die digitaal betalen, gewoon met je telefoon betalen, uh, dat, dat gebeurt. Daar, daar, en ik vraag me dan af in hoeverre worden bijvoorbeeld zulke uh, groepen mensen betrokken bij het, het ontwerpen van dit betaalsysteem. Want je kan. Um, om maar even een voorbeeld te geven. Nou, iedereen weet dat jonge mensen heel veel, um, nou niet alleen jonge mensen, maar jongeren zitten heel veel op, bijvoorbeeld op TikTok. Ja. En um, steeds meer uh, platformen uh, of social media die implementeren ook een eigen betaalsysteem. Uh, in Europa is dat misschien nog wat minder, maar zeker bijvoorbeeld in China of in Amerika is dat zo. En wat nou bijvoorbeeld, als je het hebt over toekomst en je wil daar met elkaar over nadenken, wat nou als TikTok bijvoorbeeld implementeert uh, TikTok Pay? Uh, om maar iets te zeggen. En uh, wat nou als jongeren die die tools gewoon heel makkelijk gebruiken en straks steeds meer mensen, um, uh, ja, hoe ga je er dan vervolgens mee om? En wil je dat wel? Dus de, de link tussen gebruik, het makkelijk maken versus welke partij organiseert dit en dat er andere spelers in het speelveld komen enkel dan de banken of de, de centrale bank. Um, um, en dat is ook een beetje het linkje wat ik wilde maken met Apple Pay en Google Pay. Um, dat speelveld verandert. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar een gesprek voeren over, ja, precies, eigenlijk de vraag die jij stelde: hoe ziet die toekomst er dan uit? Want realistisch, um, wachten op wetgeving. Ja, dat, dat, gelukkig hebben we dat. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Mm -hmm. Maar inspelen op trends, dat is eerder dan dat de, de wetgever wetten heeft gemaakt. Cynthia. En dat, dat is wel, denk ik, belangrijk om met elkaar te bespreken. sintje want he, hoe hebben jullie mensen, be hoe betrekken jullie de gebruiker? Bij zo'n introductie van eigenlijk wat. Ja, wat, uh, wat, uh, ja was dus, dus met klantgroepen gaan wij altijd het gesprek aan over uh, wat, wat willen we willen gaan ontwikkelen. Maar we leggen bijvoorbeeld ook de, nou, de documentatie of voorwaarden of waar je inschrijft. Snap je wat je aan het doen bent? Uh, snap je wat hier gevraagd is? Snap je ook wat het vervolg daarvan is? Hè? Dus bijvoorbeeld wat jij noemt, uh, heel, kun heel makkelijk kunnen betalen met je telefoon. Je krijgt niet voor niets even een alert dan van hé, hey, je hebt iets betaald. Hè? Dus ja. daar waar je dat eerst heel duidelijk zag, wordt dat nu op andere manieren ingevuld. En zo is het constant met je klantgroepen ook zoeken naar wat is de juiste weg. Van inzicht geven vooraf of inzicht geven achteraf. Uh, voorlichting over hoe herken je fraude? Hoe gaan we mensen helpen door middel van uh, coaches of informatiepunten om daarmee om te kunnen gaan? Dat is een hele brede verantwoordelijkheid. Die uh, ook, zoals jij het eigenlijk noemt, uh, input krijgt. door hier met maatschappelijke organisaties over te praten. Ja, want dan kom je uiteindelijk op de laatste vraag. Want we hebben dan bij OVP een voorbeeld gezien. van hoe het erna uh, privacy by design ingebakken is. en ja. hoe je dat op die manier kan doen. zonder dat je ook al zou je willen, die informatie overneemt. Maar als je naar de toekomst kijkt. ik zie het al voor me dat dan de overheid uh, geldautomaten moet gaan. dus waar je gaat pinnen om geld uit de muur te halen. moet gaan subsidiëren, bij wijze van spreken. Dus hoe. Hoe ontwerp je het betaalsysteem van de toekomst op een manier dat het werkt voor iedereen? En wie heeft daar dan de laatste zeggenschap over? Dus kunnen jullie daar, dat is eigenlijk een soort van afsluiter voor vanavond waar ik dan op zoek naar ben. Dus die, die voorbeelden die je geeft, daarom vraag ik het, Van die voorbeelden die je geeft gaan natuurlijk heel erg over een keus van de ABN. Of een keus van ING of de Rabobank of welke andere bank die iets introduceert. Of misschien heb ik het niet goed begrepen. Nou, nee, zeker, zeker, maar wij bieden als bank voor al onze klanten keuze. Hè? Dus je nee. hoeft van ons niet nee, dat klopt. te laten betalen. Hè? Je, je kunt cash betalen, dat faciliteren we ook. Ze proberen zo breed mogelijk palet neer te zetten voor alle groepen om het te kunnen gebruiken. Of je het nou wel of niet wilt of niet kunt gebruiken. Ja. Dus het is, dat is de keuze die wij onze klanten bieden. En ik denk dat dat ook een manier is om te garanderen naar de toekomst toe dat iedereen mee kan blijven komen. Ja, dat werkt op het moment dat, dat jullie als bank die, uh, deze, deze gedachten uh, vol omarmen en daarmee door te gaan. Hoe ga je er dan mee om op het moment dat er banken, uh, prijsvrachters op de markt komen die dat niet kunnen? Dus hoe garanderen we dat deze regels die we met elkaar afspreken, waar we het over eens zijn, ook gehandhaafd worden? Ja, als ik daar wat over mag zeggen. Ja, wat je... Natuurlijk, als gebruiker niet zo, niet zo snel ziet... maar wat wel aan de hand is, dat het hele betalingsverkeer is een ontzettend gereguleerde industrie is. Uh, er zitten ontzettend veel regels onder. Uh, uiteindelijk gebruikt het allemaal heel makkelijk, uh, maar er ligt, uh, er ligt heel veel onder. Waaronder allerlei zorgplicht-eisen en, uh, en uh, privacy-waarborgen en zo. En dat, uh, dat stelsel dat, uh, uh, ja, dat zorgt ervoor dat de, de maatschappelijke inbedding van het betalingsverkeer wel aansluit bij de keuzes die we als maatschappij maken. Yeah. Je ziet ook dat zich dat ontwikkelt, bijvoorbeeld op het gebied van contant geld. Uh, de minister heeft gezegd, van, nou, um, we moeten daar maar eens wetgeving over gaan maken, want we zien dat zo klein worden dat, die rol van contant geld in het betalingsverkeer, um, dat we dat niet uit zichzelf uh, uh, goed zien landen. Dus nou, weet je wat, we, we komen met wetgeving uh, voor de kerst, of dat uh, werd iets later na de kerst ja. eventueel. Wat is iets met verkiezingen? Dus, uh, hij, zit maar, er, uh, hij zit eraan uh, te komen. Nee, maar dus dat is inderdaad, betekent dus inderdaad voor sommige dingen, zoals dit, is dus inderdaad Europa uh, nationale wetgeving gewoon aanzet. Hoe, wat is dan de rol van de, van de Nederlandse Bank of de Europese Centrale Bank? Um, nou ja, wij zijn een, ook een, een uitvoerder, maar wij, wij kijken hier ook naar. Dus, dus wij, uh, wij, wij kijken ook van wat zijn ontwikkelingen op contant geld en uh, functioneert het eigenlijk nog goed. Dus, dus, dus wij adviseren ook hierin. En, en um, um, nou ja, de wetgeving uh, is nu een voorstel uh, wat, wat voorbereid wordt. Maar ook hiervoor is er bijvoorbeeld een, een convenant afgesloten. Dus, uh, een ziek wordt voor afspraak. Ja, we, ja. We, we, we benaderen alle partijen en we kijken hoe we eigenlijk dit systeem goed, uh, goed in stand kunnen houden. Ja. Nog een laatste onderwerp: waar ik nog aan wil raken. Er wordt dus ook heel veel gesproken over een digitale euro. Hoe gaat dat dan werken? Hoe, wat is een digitale euro? is toch gewoon met pinpas is een digitale euro. Of ga ik nu te snel of te langzaam? kan Je ja, had het net over uh, van wie is dat geld nou? En dan ja. Je hebt het geld van, uh, van de centrale bank en het geld van de bank. Uh, en uh, ja, de digitale euro is, is het, het, het digitale geld van de centrale bank ja. voor gewone gebruikers die categorie was er nog niet. Je had geld van de centrale bank voor banken en allerlei instellingen, uh, en je had voor gebruikers had je contant geld voor in je portemonnee en dat pas je met een tegoed van je bank. Maar krijg je dan een pasje van de, van de ECB? Is dat een beetje? En hoe is dat dan anders nou, dan je, een pasje je, van de ABN? Je, je, je snijdt het iets af, maar ja, ja. kort gezegd is het wel zo'n soort idee Want je krijgt geld uh, op je telefoon, laat het maar even modern aanpakken, uh, en dat is uh, van, de, van de ECB. En je kan het daar terugruilen voor, voor hun geld. Als je, als je het terug wil hebben. Of voor goud. Maar uh, volgens mij werkt dat niet meer. Maar ik snap hem dat, Want het klinkt. Ik, ik stel net zelf de vraag, maar toch snap ik deze niet. Helemaal. Maar, maar waarom is dat beter? Waarom wil je dat? Misschien. Uh, uh, ik, uh, zal ik die pakken. Nou. Uh, <laughs> ja, misschien de simpelste omschrijving, want uh, volgens mij kunnen we hier een heel lang gesprek ook nog over hebben. Hoor. Maar um, uh, het is eigenlijk uh, contant geld zoals we kennen, dan maar in een digitale variant. Ja. En het is eigenlijk weer even terug op die rol van hè, publiek en privaat geld. Het is belangrijk dat we, uh, dat we toegang houden tot publiek geld. Nou, nu zien we dat cash wat minder gebruikt wordt. Um, en en um, nou, we zien eigenlijk overal de digitalisering ontstaan. En ook als centrale bank wordt er gekeken, dus van hey, hoe kunnen wij naast contant geld ook een, een digitale variant van publiek geld aanbieden. En nu zijn de eigenschappen van fysieke euro twee eigenschappen: is inderdaad die directe relatie met de Europese Centrale Bank. En de andere eigenschap is dat het niet traceerbaar is. Dus een soort ultieme privacy by design. Hoe gaat dat dan bij de digitale euro zijn? Of is het dan. Wel traceerbaar. Nou ja, er is heel veel nog in, in onderzoek. We zijn nog in de onderzoekende. Krijg meteen een narechting ja, van de Belastingdienst. als uh... het moment dat ik zeg maar te veel zakgeld aan mijn neefje geef. Is dat zeg maar waar ik op moet? Uh... Nee, 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 Privacy is heel belangrijk. Hè. Dat wordt ook gezien als, als een van de, 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 de die de consument ook heel belangrijk vindt. Um, maar weet wel, er is nu, het is eigenlijk nu nog in de onderzoeksfase. Dus veel van deze vragen worden ook nog uitgezocht. En, en op het moment is eigenlijk ook uh, is het een, een een politiek besluit wat wordt voorbereid uh, die eigenlijk uh, wat meer intekent van hoe dit eruit gaat. Uh, uitgaat zien. Uh, maar hier, privacy is hier heel belangrijk, want dat vinden we bij cash heel belangrijk en we zien dat het ook bij het publiek heel belangrijk is. En, en, en ook binnen digitaal betalen moet privacy goed geborgd zijn, dus dat is uh, zeker een speerpunt. Nee, niks. Ja, wat nou zo grappig is, dat uh, de, de tegenstelling, als je, als je even inzoomt, dan, dan, is die, dan gaat die vanzelf weg. Uh, want jij zegt van ja, contant geld, dat is van de centrale bank, dan heeft de, de, de gewone commerciële bank niks mee te maken en dat krijgen we dan bij de digitale euro ook. Eigenlijk is in beide gevallen is voor de distributie, dus dat het naar jou toe komt, is een rol voorzien voor de, voor de gewone banken, de commerciële banken. Um, dus. Uh, in de kerstverhaal moet ik alsnog ja, uh, naar de dus bank toe dus gaan om geld te betalen. Ook de digitale euro is er niet om een soort leven zonder de, de gewone bank uh, voor iedereen mogelijk te maken. Die, die bank blijft een rol spelen in de betalingskeer. En dat is ook prima. Dat is, dat is een vak op zich en dat is wat banken en betaalinstellingen doen ja. voor de kost. Um, ja, alleen, uh, dus, uh, ja, er is een, een, een politieke behoefte aan uh, om naast dat, uh, dat geld van de bank ook rechtstreekse claims op de, op de balans van de ECB te hebben. En of dat nou iets is waar je als eindgebruiker je druk over zou moeten maken, en, en of dat het verkoopargument richting de eindgebruiker zou moeten zijn om die digitale euro te gaan gebruiken, dat is nog in onderzoek. Nou, ik was, ja, was zeg, het, net blij het dat ik als een pasje te, minder te hoefde met de OV-chipkaart die mijn partner <laughs> hoeft. en dan moet ik er een pasje bij hebben dus ja, ik het wordt ik snap hem slok door je telefoon dus eh, wordt allemaal op... maar ik snap hem toch niet helemaal in de zin van want hoe inderdaad van wat is dan de meerwaarde voor, voor mij als eindgebruiker? anders dan dat het inderdaad directe connectie is ik snap hem gewoon niet nou, een paar van de dingen die al genoemd werden hier ook, ja. was bijvoorbeeld hè, offline betalen. Hè, dus de, de, de manier om, om, om niet uh, via derde partijen betalingen hoeven te doen. Uh, robuustheid, die we ook al even noemden met, met cash. Het is eigenlijk belangrijk dat er een paar uh, rails naast elkaar liggen. Uh, uh, en ook dat uh, uh, wordt hiermee mogelijk. En ook het woord naar strategische autonomie is hier al gevallen. Op het moment is, is het betalingsverkeer sterk afhankelijk van, van niet-Europese partijen. Uh, en ook in die is het eigenlijk prettig dat daar een, een alternatief in ligt. En, en nou ja, het idee is dat straks iedereen in Europa um, um, overal kan betalen eigenlijk. Uh, en en, en, en um, nou ja, op die manier toch een, een betrouwbaar betaalmiddel eigenlijk voor iedereen blijven aanbieden naast cash. Dus het is, het is, het is meegaan eigenlijk ook met die digitaliseringgolf. En, en naast cash ook een digitale variant daarvan beschikbaar stellen. Duidelijk. Ja, yeah, het is. Um Volgens mij moeten we er nog een hele avond over maken wat het nou precies is en hoe het dan werkt. En het is duidelijk dat het vroeg in het proces is wat op de tekentafel ligt. Dus waar dan de privacy variant ligt, dat gaan we allemaal nog meemaken. Maar het is vrij duidelijk dat er nog veel over gesproken moet worden. Rosa, um, zo aan het einde van de avond, ja, we hebben natuurlijk al die varianten tegen het licht gehouden. En het blijft toch wringen over um, hoe je dus die, uh, uh, die grip op dat geld kan houden als gewoon normaal iemand die niet afhankelijk wil zijn van, van euro's, maar ook gewoon mensen die prima wel willen pinnen, maar zelf af en toe gewoon hun pinpas thuis hebben. Mm -hmm. uh, en wat ik net al zeg, het was duidelijk uitgelegd hoe het bij OVP is, maar hoe zie jij die toekomst? En hoe vind jij dat wij als samenleving die grip kunnen blijven houden dat het gesprek gevoerd moet worden op de toekomst? Um, ja, ik zou het mooi vinden als er gewoon meer openheid is in het gesprek met alle stakeholders. Dus jullie, Zoals, aan, ta ja, aan tafel ja. wordt het natuurlijk genoemd en Volgens mij hartstikke goed dat dat gebeurt. Uh, maar ik om het eigenlijk gewoon bij mezelf te houden. Ik ben, zit niet in een financiële wereld. En uh, hoe het dus wordt ontworpen en waar ik straks gewoon mee uh, te maken krijg, daar heb ik totaal geen, voor mijn gevoel dan, geen zeggenschap over. En ik denk dat het ontwerpproces, omdat ja, technologie en hoe onze maatschappij eruit ziet, gaat. Heeft zoveel connectie met alles. Ja. Dat ontwerpproces, daar moeten gewoon veel meer uh, uh, mensen bij worden betrokken. En ik denk dat dat, dat uiteindelijk het dus meer ja, inwoner, burger, uh, centraal, dat je daarnaar luistert. Daar wordt trouwens morgen ook een mooi programma over. Um, <laughs> um, ja, volgens mij, ga, daar gaat het om. Uh, en dat je dus ook met elkaar meer nadenkt over de invloed van digitalisering is niet alleen technologie, maar ook een verandering in de wereld zelf. Weet je, globalisering, andere partijen, andere machtsverhoudingen. Uh, en, en dat, ja, daar dat mist dat nog een beetje hier, denk ik, uh, vanavond aan, aan de tafel. Want wie zou, van wie zou dat verwachten of wie wil je dat horen? Um, nou, ook onder andere van de, van de banken zelf, denk ik. Ja. Uh, uh, en, en, je, het werd al aangehaald dat de maatschappelijke rol die een bank heeft. Um, um, maar als er nieuwe spelers op dat speelveld komen, uh, uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe daar dan over na wordt gedacht. En uh, uh, wat dan ook die visie is voor de toekomst. Ja. En dan nog... zijn, ja, zijn heel veel dingen hoor die bij mij opkomen. Het gaat natuurlijk niet alleen over betalen, maar ook over je identiteit. Dat je een bank heeft een rol om jou, ja, jij bent jij aan te geven. Idin, ik weet niet of dat. Uh, Zeker. Ja. Zodat je met je bank, met je bankrekening kan identificeren. Ja. Het, uh, Via het gebruik van. Je bank kun je zeggen, ben ik ik. Ja, precies. Ja. Ja, ben ik ik. Dus dat ik is alweer een link. Zien, <laughs> een link naar betalen versus jij bent jij. Dus je identiteit. Uh, dan heb je ook nog. Um, 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 uh, te maken met. Nee, ja, Kortom, het is ja. dus heel. Er gebeurt veel. Er heeft veel invloed op ons eigen leven. Ja. Wat er gebeurt. En het gaat veel verder dan alleen zo'n tramkaartje. Het ja. gaat echt over. Hoe heb je nog grip op je eigen vermogen, op je eigen geld, op je eigen salaris? En hoe haal je dat in de gaten? En dus daarom is dat gesprek, zoals we dat vanavond ja. hebben, hoe <laughs> ingewikkeld het ook is, het is belangrijk om dit te blijven voeren en elkaar ja. te blijven begrijpen. Ja. Um, ja, we zijn bijna door de tijd. En mijn laatste vraag aan jullie nog: van wie, ja, wie is nu echt aan zet? Wie moet het hardste lopen om te zorgen dat onze systemen overeind blijven? En dat ga ik zo rond, Dus ik begin bij jou. Wie, is het dus inderdaad, wat Mannings net al zei: van de minister moet gewoon zorgen dat er een goede wet is en dat het goed geborgd is. Nee, ik denk dat het samenspel is van iedereen, alles wat je hier aan tafel wordt, vanaf maatschappelijke organisaties, de, de commerciële bedrijven zelf die verantwoordelijkheid hebben, de wetgever, de toezichthouder. En Marnix, ik weet dat het is onmogelijk vraagt om te kort te stellen, maar toch een kort antwoord. Nou ja, het, we kunnen de balans uh, met elkaar kiezen en het is nu zo dat uh, het grootste deel van het thuisverkeer wordt door marktpartijen uh, gerund, uh, door, door banken. Uh -huh. uh, en je ziet met de opkomst van die digitale euro dat er, dat er um, nou ja, meer uh, ruimte wordt genomen door, door zeg maar, de publieke partijen. Dus de om ook een stuk meer van het verkeer uh, te organiseren. En dat, dat is een prima middel om dat wat je niet krijgt van de markt aan te vullen. Zoals uh, offline betalen. Dat je kan betalen als, uh, als de verbindingen er even niet zijn. Nou, prima uh, mogelijkheid als je ziet dat de markt het niet voort kan brengen. Dat je dat via de publieke kant uh, gaat organiseren. Dat lijkt mij een prima plek ook voor, voor zingeving van die digitale euro. Je hebt daar net natuurlijk al kader gegeven. Maar ik moet afscheid nemen van de mensen op AT5. Maar gelukkig op, op YouTube kan je de rest van het programma zien op dezwaarder.nl. En dan kan je het antwoord van Igor meekrijgen. krijgen. Dat is wel zo leuk. We gaan hierna ook nog napraten in de zaal. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.